Zo, dat is veel beter. Daar ben ik nu klaar mee. Even kijken, waar was ik ook alweer? Oh, jullie zijn er al! Oh, nou voor in dat geval, ik ben er weer. Zelfde Play 20, een nieuwe aflevering van Let's Play Resident Evil 4. In de vorige aflevering hebben we It verslagen en in deze aflevering dacht ik dat er inderdaad een oorlogsgebied zou zijn. Dus nou hoop ik dat dat wel klopt. Nee, klopt niet. Hier gaan we het gevecht aan met Krauser. Daar gaan we dadelijk wel onderzoeken. Daar komen jullie dadelijk echt wel achter. Het nadeel met dit gevecht is, hier wil je je Magnum kogels voor gebruiken. Dit is een gevecht op tijd. En je gaat hem heel erg vaak tegenkomen. Dus zorg er ook voor dat je genoeg health items bij je hebt. Ja, je kunt maximaal 2 first aid kits kopen op het moment dat je... Of ja, first aid kits voor mij nou. First aid sprays kopen. Op het moment dat je dus zeg maar geen health meer zou hebben. Dus ja, ik raad het zeker aan. In verband met dit kan nogal irritant worden. Want hier gaan we met Krauser beginnen. So, you two are all hooked up now, is that it? Where's Ashley? Do you really want to know? She's beyond that gate. But you'll need 3 insignias to open it. What are you gonna do, Krauser? There's one in the north, and the other in the east. And let me guess, you got the last one. It pretty much means you're on a tight leash. Sounds like you thought this one out pretty well. Nou, en nou moeten we dus met Krauser gaan vechten. Nou, dat is dus een behoorlijk irritant gevecht. Als hij van ver af is, dan wil je met de mitrailleur raken. That's what I'm talking about. En hij blijft de hele tijd van die klote zinnetjes roepen van... That's what I'm talking about. Hij gooit granaatjes, hij gooit flashgrenades, hij schiet met zijn mitrailleurtje. En hij kan ook met een soort dartgeweer komen. Nou, en op het moment dat hij jouw kant op komt, dan wil je dus overschakelen naar de shotgun. Dan doe je hem het meeste schade mee van dichtbij. Want je kunt hem nou nog niet verslaan en je wil dat TMP zoveel mogelijk bewaren. Auw! Hier, en ook al raak je hem, weet je wel, dat doet hem niks. En dat is voor de nadeel. Kijk, nou heb ik hem dan schade kunnen doen. Waar ben je? Hey, los. Daar! Die heb ik nog nooit gehad eigenlijk. Kijk, en hij doet dus elke keer van die aanvallen, weet je wel, hij is super snel. Hij is nogal vervelend. Elke keer als je hem een paar keer hebt geraakt, dan gaat hij een flashgrenade gooien. Alleen je kunt dus niet zien wanneer dat hij dat doet. Haha, nou had ik je. Je ziet en dan gooit hij flashgrenade en is hij weg. Dan heb je even geen last meer van hem. Nou, hou je shotgun nog maar even gereed, want hij komt dus best vaak uit het niks opgedoken. Dus dan moet je hem weer even een paar keer schieten, weet je wel. Dus het is handig dat je als je shotguns shells over hebt gehouden. Dus, maar ja, het is een soort oorlogsspelletje, laat ik het zo zeggen. Hij is de slechterik, jij bent de goeierik en hij zit een beetje te sniper in dit gebied. Ik moet ook wel zeggen dat het wel een echt mooi multiplayer gebied eigenlijk lijkt, weet je wel. Waar je dan zo even zo elkaar af moet schieten, zo'n bondspel of Modern Warfare of weet ik hoe die spellen heten. Daar heb ik geen verstand van. Maar ze zien er wel leuk uit. Dat wil ik wel even meegeven. Ik vind ze er echt leuk uitzien voor zo'n gebied. Nou, en zoals je hier ziet, hier ga je hem weer tegenkomen. Dus... daar wou je dus vooruit kijken. En als je die knopjescombinaties goed doet, dan kun je hem dus schade doen. In plaats van dat hij jou schade doet. Ja, nou ben je petje kwijt. Nou ben je petje kwijt. Ja, wat doe je er tegen? Nou, die flashgrenades die doen jou geen schade. Daar hoef je dus niet bang voor te zijn. Het enige waar je bang voor wilt zijn, is zijn mes, weet je wel, zijn mitrailleur. Als je met zijn mitrailleur gaat schieten, of hij komt heel dichtbij je met een mes, dan heb je een hele grote kans dat hij je raakt. Dus we wilden wel vooruit kijken. Nog even kijken. Dit is de deur. Dit is de plek waar je dadelijk de uitgang hebt. Daar hebben we die 3 sleutels nodig, zoals Krauser al ons vertelde. Nou, en hier komen we hem dus alweer tegen. Dan wil je hier even gaan staan. Nou, wat je hier weer wil doen is, zoals wat je net deed, hij staat op een afstandje, dus hier wil je weer even schaken met de mitrailleur. Als je klaar is met schieten. Ja, ik weet het, het klinkt nou even heel serieus, jongens, maar het is ook een moment, weet je wel, dat je eigenlijk goed op moet letten met wat je doet. Dus nou heeft hij een granaat gegooid. Nee, maar hier moet je dus even goed opletten met waar hij allemaal mee bezig is. Dus ja, sorry dat ik een beetje aan de stille kant ben dan, of op de serieuze toe bezig ben. Maar het is natuurlijk wel belangrijk dat jullie wel weten waar ik mee bezig ben. Dus
En dit is nou niet echt een moment. Ja, ik heb ook eentjes uit te halen. Is hij er al? Is hij weg? Dat is weg. Ja, ik zie je wel zitten hoor. Die lelijke bakkers. Ben je nou klaar? Oh. Schiet gewoon van die dartjes, weet je wel, van die explosieve darts. Ja, dat is een wapen die ik in koop, maar ik vind een wapen niet zo fijn, dus het is meer eigenlijk om lol mee te hebben. Ja, dat is jammer, hè? Daar! Ja, nou, hier zie je dan, soms heeft hij dan die terugslag niet, weet je wel. Want als hij dan bij je is, die terugslag. De ene keer redt hij hem wel, de andere keer redt hij hem niet. En als hij hem niet heeft, ja, dan ben ik gewoon de Sjaak, weet je wel. Dan raakt hij jou gewoon, ja, dan ben ik gewoon de pineut. Dus, nou, hier eventjes voor kogeltjes vatten. First aid spray. Ja, ze zijn hier wel vriendelijk met health items, hoor. Dus, en dan wil ik eventjes niet denken, moest ik hier nou eerst naar boven toe? Want je kunt hier naar beneden, volgens mij dat hier achter een hoekje dadelijk. In één keer gaat lopen klooien. Hierachter zit hij. Hier zie je weer. Je moet er echt geluk mee hebben volgens mij. Of je moet gewoon een sterk wapen hebben. Of je moet hem gewoon een exclusive hebben dan ofzo. Ja, ik kan nog wel één klap krijgen. Gauw op voor klapjes. Daar. Maar het eerste wat ik nou eigenlijk wou doen is hier eventjes omhoog lopen. Omhoog lopen voor mij nou de trap op. En als ik niet vergis, zit hier juist de eerste insignia, of niet? Ik zie nou helemaal niks. Flame. Nou weet je, ik gebruik wel even een green herb, want van die klote dingen heb ik er toch veel te veel. Nou, blijkbaar niet. Ja, je kunt hier wel weer naar beneden springen, maar volgens mij was het de bedoeling dat we nou... zijn hem nou tegengekomen bij de hoekje. Nee, moeten we hier naar beneden springen hier? Moeten we hier naar beneden springen of komen we hier uit? Nee, hier komen we uit. Ja, het nadeel van dit gebied is je kunt verdwalen. Dat vind ik hem even minder. En volgens mij komt hij hier nou tevoorschijn met een of andere robotachtig iets. Als je van die robotcameraatjes neer hebt gezet of zo. Dus voorzichtig wezen. Oh nee, we hebben de insignia. We hebben de eerste. What do you intend to do restoring Umbrella? To bring order and balance to this insane world of ours. A psycho like you can't bring order or balance. You don't seriously think a conservative mind can chart a new course for the world, do you? Yay, we hebben de pet. Nou, hij kiest die gaan dicht, weet je wel. Dan mogen we weer tegen hem gaan vechten. Oh, wat leuk. En dat blijft het dus nog wel een paar keer doen. En dat wordt gewoon heel erg vervelend. Maar één ding is dus zeker... Hij is dus niet gewoon menselijk. Hij heeft dus ook iets van die gekke zooi in zich of zo. Ik bedoel, je hebt hem al helemaal volgepompt met lood. De jongen, die was recht in je kop, dus nooit mij niet kunnen steken. Nou, ik heb je geraakt. Don't just stand there. Come out and fight like a man. Ah, waarom ook niet? I'm not falling for that one. Just trying to have fun. Oh, wat leuk! Jongen. Ah, die zou er niet aankomen, hè? Haha! Dodging skills for the win! Oftewel, ontwijking skills for the win. Nou, ben er nou eindelijk klaar? Oh, gaan we weer. Ik ben veel te goed met knopjes. Dan win je niet van mij. Oké, die heb je gewoon vooruit dan. Nou, in ieder geval, ik heb twee first aid sprays. Laat ik er dan gewoon eentje gebruiken. En dan ga je ook first aid sprays of zo. Uh-oh. Dank je, kan ik even herladen? Ik zeg al, mijn knopjes win je niet van mij. Nou, dat was een flink gesprek. Zo, poef. Nou ja, gesprek, flink gevecht. Daar had je wel veel kogels voor nodig. Red Herb, die had ik al een tijdje zien staan. Dus ik wist dat ik gewoon een first aid kon gebruiken. In ieder geval gaan we weer met zelda-achtige iets. We zagen dus nou een plateautje komen, hier in deze. En dat plateautje, dan moet je dus zeg maar op een van die stenen plaatsen. Dat zal ik daar even laten zien. Als we zo'n stenen ding zien. Uit. Oh. Ik dacht dat er hier eentje stond. Even kijken. Ik weet dat je die moest verschuiven op het plateautje. Ah ja, die moet je hierop verschuiven. Echt weer zo'n zelda-idee hoor. Schuif de steen van de ene kant naar de andere kant. Spannend. Die is
idee was dat eigenlijk. Nee, maar... ik vind zelf het gevecht vind ik jammer, weet je wel. Want ik bedoel, je raakt hem ontiegelijk vaak en je blijft hem maar tegenkomen. En dat wordt gewoon een tijdje vervelend. Dus dan zie je dus hier zeg maar tot die hekjes bij die schakelaren weg zijn. En ja, als je dan een stukje terugloopt, volgens mij kom je hem nou weer tegen. Dat weet ik niet zeker. Volgens mij staat hij hier nou weer om de hoek. De zakkenwasser. Ga je er weer? Nee? Mooi. Nou, dan wil je dus die schakelaar hier omhalen. Nou, en dan gaat deze deur open. Dan kunnen we dus weer een beetje verder. Kijk, en hier heb je die robotjes waar ik het over had. Dit zijn die klote robotjes. Dus, nou, je krijgt hier wel weer een beetje kogels ervoor, gelukkig. Maar niet dat je er veel aan hebt. Maar ja, TMP later misschien. Dus. Nou, en als je ze dus kapot schiet, weet je wel. Als er eentje explodeert, explodeert die andere daarnaast ook gelijk. Dus, zorg ervoor dat als je ze neerschiet, dat je dus wel uitkijkt en, staat er nog niet? Waar staat hij? Oh, daar staan ze. Ga weg. En jij ook. Zo, dat ging eventjes wel heel erg. Bleef zelfs even hangen. Maar die dingen die kunnen volgens mij kunnen ze schieten ofzo. Of die lopen naar je toe en die proberen bij jou in de buurt te exploderen. Dus dat is het nadeel van die dingen. Maar ja, ze geven wel een goede knal en soms ook handige items. Boom. Maar ja, ik vind het jammer, weet je wat, dat je hem zo vaak moet raken en dat je... What is it that you fight for, comrade? My past, I suppose. Umbrella. Nee. Kijk, zie je, die komt al naar je toe gelopen. En die schiet gewoon op je. Dat is ook niet eerlijk. Maar ik vind het ongelooflijk dat ik niet geraakt werd. Dat vind ik mooi. Sorry, dat vond ik even mooi. Nou, en op dit moment dan wordt het dus spannend, want nou word je dus ingesloten met Yellow Herb. Dat is geen booby trap of zo, want je moet hier naar boven toe. Alleen, het enige wat je nou wel wil doen, is je wil je TMP eventjes equippen en je wil zorgen dat je shotgun dichtbij in de buurt hebt. Want we hebben pas geleden hebben nou een baas battle gehad en dan gaan we alweer een baas battle eigenlijk krijgen. En dat vind ik eigenlijk best wel komisch, dus... maar ja, dat ben ik. Want wat je wil gaan doen... Ja, je kunt het ook alleen met een revolver doen, maar ja, dat... Verrast weer heel veel kogels. Op dit plateau, daar ligt die insignia die je nodig hebt. Want je hebt er al twee en ja, Krauser heeft de derde. Maar als je eerst hier naartoe loopt, dan kom je dus zeg maar nog een paar goodies tegen. Maar aangezien dat de battle die we gaan doen op tijd is. Je hebt maar een bepaalde tijd zeg maar om hem te verslaan. Wil je dus zeg maar eerst de goodies pakken voordat je naar die insignia toe gaat. Dus zorg ervoor dat je al je goodies hebt gepakt. Voordat je... hier naartoe gaat. Dus terwijl je hier de brug op en daar ligt die insignia. Kijk hier. En nou gaan we hem verslaan, zeg maar. Of ja, nou gaan we met hem vechten tot we hem ook echt kunnen verslaan. Want we hebben de derde insignia nodig. Dus. Bring it on! Two down, one more to go, Krauser. We'll see about that. Nee toch? Gadver. Witness the power! You've lost it completely, Krauser. Prepare for your death, Leon. Nou, ik weet niet of die instant death is. Dat weet ik niet zeker. Maar in ieder geval, je wil hem zeker daarbij ontstaan. Die doet heel veel schade. Daar wil je zeker voor uitkijken. Nou, wat je wil doen is je wil op zijn benen schieten. Dan gebruikt hij een soort vleugel. Die gebruikt hij dus zeg maar als schild op het moment dat je met hem bezig bent. Dus... Wil je nou eens eindelijk ophouden? Ik ben bezig, ja. Nou, je ziet dus al die timer. Die zie je al. Oh, kut. Weet je wat? Ik ga gewoon de makkelijke manier vatten. Ik pak mijn revolver gewoon, want dit gaat anders niet goed. Nou, dan gaan we gelijk even kijken of we nou op maximum zitten. Nou zitten we op maximum, mooi. En ik ben nou die gozer helemaal spuugzat. Wij gaan lol maken met de revolver. Ja, dat is jammer, het ook op tijd bukte. Nou, kom maar hier. Met je daar, daar jongen. Pompje vol met lood. Kom maar hier jongen. Hier. Ja, doet pijn hè. Kom maar jongen. Ik geef je helemaal de kans nu om aan te vallen. Kijk, als hij zijn schild voor zijn toeks heeft, dan
heeft het dus geen nut om op hem te schieten, want dat blokkeert gewoon je kogels. Maak je uit wat voor kogels dat je gebruikt en dat was stom. Nou, en voor die aanval wil je dus ook uitkijken. Dat is ook niet instant dead, maar doet ontiegelijk veel schade op je health bar. Dus. Zoals je nou ziet. Nee, ken ik herladen? Mooi. Dat is dus een trucje die je kan doen. Hij wordt agressief, zeg! Ga dood. Daar! Ja, dat is jammer, hè? Je bent niet onsterfelijk. Nou, en hij geeft dus helemaal geen cash. Hij geeft alleen maar dus, zeg maar, die sleutel die je nodig had. En die timer, die, als die dus op is, dan ontploft de Sildin in een boel. Dus je moet hem wel snel verslaan. En ik vind zelf persoonlijk, vind ik dus... ja, de revolver wel handig. En hier wordt ook al gezegd, Krauser, wat is er gebeurd met jou? Je was eerst een... ja, je stond eerst aan de goede kant. Dus... maar goed, in ieder geval, het is dus heel makkelijk om weer terug te gaan. Want die timer die blijft dus wel lopen. En als het goed is, heb ik elke nog genoeg revolverkogels, zeg. Mooi. Nee, maar die timer die blijft dus gewoon lopen. En je kunt dus zeg maar gewoon makkelijkst hier naartoe lopen naar die houten steiger. En dan kom je hier terecht. En op het moment dat je hier staat, dan zie je ook die timer daar verdwijnen. Ah, dat is grappig. Die timer verdwijnt helemaal niet. Dat is dus wel een verschil tussen normal en easy. Bij normal dan verdwijnt die timer als je dus zeg maar hier beneden staat. En hier gaat die timer gewoon door. Dus stel je voor dat je nog maar 10 seconden hebt, zeg, dan baal je. Nou, maar het is dus heel makkelijk. Je hoeft gewoon die insignes, die moet je gewoon hierin pleuren. En je bent weer klaar. Dus. Maar goed, in ieder geval. Ja, ik zal die deur maar even doorgaan in verband met de timer. Dus end of chapter! Nog beter. Dus ja, ik hou het heel eventjes bij deze aflevering voor vandaag. Want ja, Krauser, dat is dus toch een behoorlijk groot stuk van het spel. Dus ik dank jullie voor het kijken en hoop jullie weer te zien in de volgende aflevering van Let's Play Resident Evil 4. Dus tot dan. Doei doei!